Jan-Kees de Jager. 50% van alle ICT-projecten in Nederland en eigenlijk in Europa mislukken. De Belastingdienst staat ook in de belangstelling omdat er zoveel mislukkingen tevoorschijn komen. Is dat die 50% die mislukt of is er iets anders aan de hand? Nou ja, bij de Belastingdienst staat natuurlijk onder nog extremere druk eigenlijk. Omdat je ziet dat de Belastingdienst in een omgeving opereert waar eigenlijk de fouttolerantie heel erg klein is. Dus er hoeft maar even iets mis te gaan. Soms is het maar 1% of zelfs pas 0,1% ging mis. En toch was dat een heel groot probleem. Iedereen valt over je heen. Ja. Maar we waren eigenlijk gewend, de Belastingdienst deed het geweldig. Een van de meest innovatieve organisatie, kreeg allerlei prijzen. En nu dit jaar was het opeens allerlei dingen gingen mis. Wat is er nou eigenlijk aan de hand? Is het nou een briljante organisatie of is er allerlei dingen mis? Nou, het is natuurlijk niet van het een op het andere jaar gegaan. Het is er eigenlijk geleidelijk aan. Is er wel een situatie ontstaan waarbij door een combinatie van meer taken voor de Belastingdienst, minder geld en eigenlijk ja, een toenemende complexiteit van de omgeving, dat daardoor heel veel problemen zijn ontstaan. Ja, als je kijkt over die nieuwe taken die erbij gekomen. De politiek als opdrachtgever. Hoe kijkt u daar naar tegenaan? Want u bent ICT-ondernemer. U bent gewend om dingen uit te voeren voor anderen. Maar nu bent u als politieke baas bent u verantwoordelijk voor de grootste ICT-fabriek van Nederland. Hoe is het met die politieke opdrachtgever gesteld? Die Tweede Kamer en het hele bestuursapparaat zeg maar gecontroleerd door de publieke zaak. Ja, soms denkt de politiek wel eens dat alles maakbaar is. En dat de hele ICT maakbaar is. In een maand, in een paar maanden. Maar je... Als er één ding wel nu goed is bewezen, is aangetoond, is dat je niet alles maar op een heel kort tempo door kan voeren aan wijzigingen. Dus de politiek moet zich natuurlijk ook realiseren, en dat doen we gelukkig tegenwoordig ook, dat niet alles kan. Je kunt niet alles vragen van een Belastingdienst. Zeker niet in een heel kort tijdsbestek. Dus waar pleit u nou voor? Ik pleit ervoor dat vanaf het begin af aan, als we over nieuwe regels aan het nadenken zijn, dat de uitvoeringsorganisatie, de Belastingdienst, maar ook het bedrijfsleven, als klant zou je kunnen zeggen van de Belastingdienst, aan tafel zitten om samen die nieuwe wetten en nieuwe regels samen te bekijken van wat is nou uitvoerbaar en wanneer is het uitvoerbaar. Maar je wou zeggen dat in het politiek proces moet de uitvoerbaarheid van regels moet meegenomen worden, dat kun je toch aan de Tweede Kamer niet uitleggen. Die zeggen gewoon, meneer de staatssecretaris, wij willen dit zo hebben en u hebt het maar in te voeren. Ja, en toch zeg ik dan tegen de Tweede Kamer, dat kan dus niet altijd. Dus ik zeg inderdaad voortaan, vanaf het begin af aan moet de uitvoering aan tafel zitten en een volledig gelijkwaardige stem hebben als de beleidsmakers of de politiek. Dus de uitvoering moet echt geen ondergeschoven kindje zijn. Oké, dank u wel.